Econoom John Goedschalk zou president Chandrika Prasad Santokhi een petitie aanbieden met 14.500 online handtekeningen om Suriname groen te houden. Het verzoekschrift is een reactie op een regeringsplan om 560.000 hectare bos om te zetten in landbouwgrond. Dit plan bedreigt niet alleen het bos, maar ook inheemse gemeenschappen en biodiversiteit en zal een negatieve impact hebben op het klimaat en de economie van Suriname. Goedschalk roept op om het plan te stoppen en verzoekt om een reactie van de president voor 14 maart 2024. Het ministerie van AWJ lanceert binnenkort de GPS Jeugd-app, een digitale gids voor Surinaamse jongeren. Het biedt informatie over educatie, vorming, vrije tijdsbesteding, bescherming en gezondheid. Minister Stephen McAndrew is tevreden en benadrukt dat de app eenvoudig in gebruik is. De applicatie is ontwikkeld door DataSure en wordt gratis beschikbaar op Google Play en de App Store. Het onderdirectoraat Jeugdcentra coördineert het project en medewerkers worden getraind voor het beheer ervan. Samenwerking met organisaties en overheidsinstanties wordt aangemoedigd voor optimale benutting. Zwembad Wiekontring vierde op 6 maart 2024 zijn 20-jarig jubileum. Ooit verwaarloosd en overgenomen door drugsverslaafden, werd de badplaats gerenoveerd dankzij de inspanningen van buurtactivist Imro Lont en de stichting Wiekontring Suriname. Het bad wordt nu goed gebruikt, niet alleen door buurtbewoners, maar ook door mensen uit andere gebieden. Een gratis zwemdag voor jongeren wordt georganiseerd op 31 maart. Onderhoud wordt mogelijk gemaakt zonder overheidssteun en donaties worden op prijs gesteld voor verdere ondersteuning.